staan hier op dit moment tussen Centraal Station Den Haag en het station Hollandspoor. We staan hier tegenover de verkeersleidingspost van ProRail. En in feite staan we op een hele bijzondere locatie, want dit is een locatie waar je normaal gesproken niet komt, behalve als je een trein rijdt of aan een spoor aan het werk bent. We zijn benaderd met het verzoek om medewerking te verlenen aan de filmopnames. Daarvoor hebben we in eerste instantie een risicoanalyse gemaakt. Op basis van die risicoanalyse hebben we een totaal pakket van maatregelen kunnen opstellen. Ook in overleg met onze verkeersleidingspost die hier vlak aan de overkant zit. Met BAM waar we te gast zijn en uiteraard ook met de NS om ervoor te zorgen dat ook de treinenloop volledig ongehinderd kan blijven plaatsvinden. Kan het niet alleen? Nou, het is altijd fijn om op een plek te staan waar eigenlijk niemand mag komen. Dat is één ding. Nee, maar het is. Ik snap heel goed dat niemand hier mag komen. Want ik bedoel, de treinen razen hier gewoon voorbij. Er zijn geen hekken. Er is verder, ja, niet. Ik bedoel, nu is er toezicht omdat wij hier zijn en omdat jullie hier allemaal zijn. Dus ik voel me wat dat betreft heel veilig. Maar ik begrijp absoluut dat dit niet een plek is die toegankelijk is voor het publiek. Maar aan de andere kant weer is het een prachtige locatie. Om zoiets als dit bijvoorbeeld te maken. Iedereen loopt met een boog om me heen. Bang zijn ziel te bezeren. Voor mij is het wel een bijzonder project. In de zin van het zijn activiteiten die volledig buiten de scope van de spoorsector vallen, filmopnames langs een spoor. Ik vind het juist heel leuk om aan een bijzonder evenement mee te kunnen werken. En ervoor te zorgen dat juist vanwege dat bijzondere karakter we de juiste maatregelen hebben kunnen treffen. Dat geeft een voldaan gevoel. Absoluut. En ik kan het